pakje. Het is zo raar gevoel. Maar het is ook niet. Durf dus een jurkje aan. Weet je hoe trots ik dan ben, hè? Ja, ik heb het nog niet eens. Ik ben helemaal verliefd dus op deze look. Ik vond dus Francesco uit Love Island zo'n goede match. Wel? Oh, vet veel mensen in mijn huis gehad. Hola, het is zaterdag. En Hanik hebben nu ons ene laatste weekend bij mij thuis voordat we de sleutel krijgen. Dat hebben we best wel lang niet gehad, want ik ben eigenlijk steeds bij hem. En vandaag is het 5 juni, dus de coronamaatregelen zijn weer versoepeld. Dus je mag met 4 mensen thuis zijn, dus we gaan met mijn ouders eten en Oliver en zijn vriendin Melissa komen dus ook. Vrouw trouwens ofzo, dus niet meer zijn vriendin. Dus dat is heel gezellig. We gaan nu even naar Hilversum, even denk ik ergens wat eten en een beetje winkels kijken. En ik heb dus hele leuke nieuwe oorbellen van de webshop, de Freshwater Pearls. Ik twijfelde eerst of ik deze ook moest nemen, want ik heb dus ook de ketting hiervan. Maar dit is zo'n oorbel waarbij je het staafje in het ringetje moet doen. En dat is soms wat lastiger, maar als het eenmaal zit, is het wel echt top. En het is dus van 14 karaat goud. En echt parel. Het klinkt heel leuk. En dat was het. Dit is zo raar. We gaan dus bij Your Coffee gaan lunchen. Waar ik echt heel vaak met mijn vriendinnen ben geweest. En ik dacht van, mag dat nou ook weer vandaag binnen? Maar het mag gewoon. En ook zonder mondkapje. Het is echt zo'n raar gevoel. Maar we zitten dus boven. Nu zit hier natuurlijk niemand. En beneden zitten er 4 tafeltjes vol of zo. Maar het is echt heel raar dat het ineens weer mag. Maar wel leuk. Oké, ik ga het briefje in de bal gooien. Waar liggen de ballen? Oh ja, hier. Maar dit is niet echt corona-proof, deze ballen eigenlijk. Ja. Ga ik wel meteen mijn handen desinfecten. Daar ben ik nog wel spastisch in. Maar dat is maar goed ook. Maar jij zei dus dat je een hoog risico hebt op borstkanker. Yummy. Nee, ik film wel even alles. Nee, kijk, wel. Is leuk. Reclame maken. Ja, is toch leuk? Okay, ik bedek je hoofd met deze chocoladebals. Nee. Niet. Wat doe je? Ik drink met jullie mee. Ik ben niet zwanger hoor, maar ik kan niet echt over. Wat? Moscato. Ja, lekker. Oké, okay, nou, daar ga ik weer. Ik heb deze chocoladebals gekregen. Met CBD erin. Ja. Oh, dus je moet voor het slapen eten. Nee, gewoon kijken. Moscato, jij? En orale strips, CBD strips, die moet ik op mijn tong leggen met lavendel, om lekker te slapen. En kurkuma, dat is wel heel leuk, want ik neem nu steeds van die kurkuma shirtjes van de Lidl, maar dit is appelconcentraat. Nou, er zit heel veel in. Het is heel dik. En nog meer dingen, maar die mag ik niet laten zien. Dus, nou, leuk. Ik ben er heel blij mee, bedankt. Kiekaboe? Hey, daar is ze. Nu al? Nu al kiekaboe? Precies als de moscato open gaat. We mogen eindelijk weer met z'n vieren zijn, sorry. Eline toetert. Moest jij niet een hele charlotte? Nee, volgens mij kwam mijn buikklachten door alcohol. Ik laat het smelt op je tong. Oh. Ja, ik heb wel meer mensen. Oh, lekker, maar ik hou niet van chocola. Chocola? Nee. Vier. Nooit vergouwen. Puur vind ik wel af en toe lekker, dus deze is wel lekker, maar deze is puur. Maar het is ook niet vier. Lekker! Dank je. Mm. Ben je dan waar zit de kap? Bij de Holland & Barrett. En deze ring bij Kumo. Oh, jij werkt echt met mensen die. Bolly. Bolly. Bolly? Bolly. Bolly. Hé, hey, jij bent niet Bolly. Waar is Bolly? Reageer jij als ik Bolly zeg? Dit is de test of Bolly komt als ik hem roep. Haar roep. Bolly. Fluffy. Bolly. Nou, Bolly is aan het broeden. Oké, okay, doei. Mag ik dan deze pakken? En dan, woensdag ga ik weer de hele dag naar de cel. Lekker joh. Echt. Maandag, dinsdag, werken, woensdag staan. En donderdag, vrijdag, werken, zaterdag staan. En zondag hier. Heerlijk. Gaat zo, wat willen jullie op je pizza, jongens?
Het zou leuk zijn als jullie reageerden op deze vraag. Ik ben serieus benieuwd. Wat zou je nou willen? Ik vond het heel koud. Wat is je lievelingspizza? Wat is het, hè? Ja. Hey. Mooie dikke vogel. Hey. Laten we nu overdrijven. Hey. Bak champignons en een gebakken champignonsaus met room. Lekker bezig. Die gaat er snijden? Graag. Wow, mooi processen. Kan jij het goed processen? Ja joh, tuurlijk. Ga maar snijden, je arm mag gewoon op de vlog. Moet ik even aanspannen. Lekker. Eerst door de helft. En dan een helftje weer in drieën verdelen. Oh, ik moet het wel lijken kijken of je het goed doet. Nee hoor. Hoe walgelijk is dit? Twee camera's en een man en... Dit is zonder camera. Dit is wel heel erg scheef deze. Favorite pizza. Nou, vet dingen dat ze wel. Maar ze heel erg van. De een heeft daar wel een... Van wie is die spierbal? Sterker dan bij de ander. Ik heb dus een heerlijke witte badjas besteld. Die zijn echt enorm duur altijd. Volgens mij heb ik hier €60 voor betaald en was het een aanbieding van Van Dijk of zo. Bij Weekamp, maar ik vind het gewoon te lekker. Echt zo'n hotelgevoel. Nou, het is vandaag zondag. Gisteren was heel gezellig. We hebben ook allemaal oude foto's op papa. Nou, ik heb allemaal oude foto's op papa's tablet gekeken. En ik ben ze aan het reposten op mijn Instagram. En ik zet ze dan onder de highlight memories, heet het volgens mij. Dus als je het wil zien, kan je daar kijken. Het is wel grappig om te zien. En wij gaan zo lekker naar Ome Co. Het is nu al 11 uur, best wel laat, lekker gedoucht. Even een beetje make-up op aankleden. Dan gaan we daar lekker ontbijten, lunchen, brunchen. En dan moeten we eventjes in de middag mijn wastafel gaan vervangen, helaas. Voor de oplevering van mijn huis. En dan gaan we daarna weer waarschijnlijk avondeten bij Ome Co. Dus lekker in de zon. En ik neem weer een juice. En ik begin met een ginger shot. Die vind ik toch het allerlekkerst. En we nog een stuk pizza mee. Oh. En het is niet mijn melk. Het is van haar. Ik haat melk. Cute is trouwens dit spiegeltje dat ik gisteren bij de Primark heb gekocht. We waren bij de Primark. Echt 100 jaar niet geweest. In Hilversum, maar het is niet zo heel leuk. Maar dit waren er echt super kort. Maar dit vond ik zo cute. Kijk hoe klein het is. Kijk hoe klein. Maar je kunt dus hier wel je helemaal erin opmaken gewoon. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Hij is ook niet super licht of zo. Ook niet heel zwaar. Maar ja, ik denk echt ook als we er nog een willen kopen. Want ik vind het echt heel leuk eigenlijk. Allemaal dingen gekregen. Ga ik ook even een kurkuma shotje nog nemen. Oh my god, heftig. Je moet 2 eetlepels nemen. Volgens mij zit er ook olie of zo. Het kan viezer, maar het is zo sterk. Heel veel appel. Je mag het ook mengen met iets. Ik denk lekker als je het mengt. Oh. Heftig. Ik weet dus niet waar het precies voor is eigenlijk. Soepele en gezonde gewrichten. Daarnaast helpen kurkuma en boswellia flexibiliteit en duivelskrauw mobiliteit te behouden. Klinkt niet echt als iets wat ik per se nodig heb, maar het is wel gezond. Ready. Even jasje eroverheen. Nou, we hebben weer een kort jurkje aan hoor. Ik eet wel, want er is geen veegoptie hier. Lekker. Lekker met mojito. Oké, dat was heel chill op het terrasje. Echt heerlijk weer. Nu gaan we even naar de karwei om dus de wastafel te kauwen. Ik durf dus een jurkje aan, ook al ben ik aangekomen, maar ik vind het prima kunnen. Ciao. Deze fles die ik bij de Hema had gekocht, nou ja, überhaupt gewoon een thermosfles, is echt zo erg een tip. Ik heb hier dan 2 koffiecupjes en dan 4 shots uitgehaald met kokosmelk en ijsblokjes. En het is zo lekker koud. Het is gewoon echt heerlijk. Dan heb je de hele dag ijskoffie bij je. Misschien is het niet een bijzondere tip, maar het is wel echt een goede tip. Heerlijk. En deze fles van de Hema vind ik wel heel leuk ook. Nou, het was niet super makkelijk. We hadden dus een meubel, maar dat meubel, de afstand tussen de 2 pluggen, of hoe noem je dat? Bouten waar het aan ophangt, waren niet hetzelfde. Dus nu heb ik een boor moeten huren. Voor €15 voor 4 uur, maar over 2,5 uur is de winkel al dicht. En anders kost het €18, dus dat valt mij als ik het morgen terugbreng, maar daar heb ik geen zin in. Dus ik hoop dat ze het vandaag redden. En dan nog allemaal een boor voor €10. Wastafel hebben we ons €40. Ik denk het nog allemaal dingen. Dus uiteindelijk was het. Had ik dan net €90 kwijt en dan €90 borg. Dus ik ben nu wel iets van €110 kwijt hiervoor. Terwijl het meubel maar €40 was. Bizar. Huh? Oké, nou ja, ik weet het niet. We hopen dat het lukt en dan ben ik er in ieder geval vanaf. En dan hoef ik hopelijk niks meer te doen voor het huis. Kom je even kijken, Pieter? Hi, kom. Hi, je bent zo'n mooie poes. Kom, Pieter. Pieter. Dikke staart. Vind je het leuk om even te kijken hier?
Je bent al heel vaak boven geweest, maar nooit hier. Want hier mocht je nooit, hè, omdat Bolly hier altijd was. Is het raar dat ik het leuk vind dat de vreemde poes in mijn huis zit? Nou, niet vreemd, van mijn buurmeisje. Ik wil ook een poes in het nieuwe huis. Nee, niet weggaan. Pieter. Kom. Pieter, niet weggaan. Pieter. Hoi. Nou, we hebben dus allemaal dingen gekocht, maar ik had niet genoeg gereedschap. Dus ik ben al bij de buren geweest, bij allemaal random mensen aangebeld. Bij de snackbar, bij de kroeg, bij het restaurant om dingen te lenen. En het is steeds niet goed. Maar we geven niet op. En? Nee. Ook niet. Nice. Ik heb trouwens wat nieuws gekocht bij de Primark. Deze broek. Ik vind hem echt heel leuk. En deze body. Die vind ik ook wel leuk met een jasje erover. Het zit heel lekker, dat was goedkoop. En de broek was 16 euro en het is een soort linnen. Ik vind het wel echt super leuk. Het is al 7 uur, dus het is echt serieus even buiten. De zon is nu weg, maar haast zo hard aan het werk nog aan die wastafel. En het lukt niet, want alle maten kloppen niet. Maar ja, het klopt dus allemaal niet. Maar hij gaat straks weg en dan heb ik dus geen water. En dan kan ik dus niet douchen, kan ik helemaal niks. Dus hij is nu iets aan het proberen. Aangezien de winkel dicht is en we geen andere slang meer kunnen kopen. Is iets aan het proberen waardoor ik dus wel water kan hebben. Gisteren besloten we om naar Ha te gaan. Omdat ik natuurlijk niet kon douchen. En hij moest vandaag gewoon weer helemaal terugkomen omdat het nog niet gefixt is. En dat vond ik ook zielig. Dus ik zeg, nou, we rijden gewoon samen naar jou, slapen bij jou. En rijden we in de ochtend samen weer terug. Maar toen was ik zo vroeg al bij de afslag om naar mijn werk te gaan. Dat ik zei, hey, ik kan ook nog fietsen. Dus heb ik net mijn fiets gehaald. Lekker opgemaakt tijdens het rijden en net echt in 13 minuten als een gek gefietst. Ik was wel een beetje laat, maar ik ben verder al helemaal klaar. Dus we gingen echt zo voor. We waren om 10 uur 's avonds bij hem thuis en we zaten om 7 uur alweer in de auto. En hij gaat dan vandaag voor mij het verder proberen te fixen, maar het is echt een drama. Nou, het was allemaal vet veel gedoe, maar het is eindelijk gelukt. Dus ik heb een wasbak en water. En ik heb even gewerkt voor school en voor Comois. We hebben even het zonnetje gezet en we gaan nu even hier een terrasje pakken, even iets lichts. Eten, drankje doen. Ook eens maandag lekker genieten. Ik ben helemaal verliefd dus op deze look. Ik vind het zo chill. Deze broek. Ik ben er helemaal fan van. Echt, als je hem ook ziet. Het is echt geweldig. Ik vind het echt zo super leuk. Niet per se met deze schoenen, maar ik heb niet echt veel zomerschoenen. Ik vind het echt heel leuk. Dus. Oh, ik heb 1% leuk. Lekker. Hoe chill is dit leven na je werk? Nee, jouw badkamer. Kijk even, ik ben zo dankbaar dat dit zo goed loopt. Jullie zijn zo enthousiast. We zijn vandaag ook gewoon weer zoveel dingen besteld. Het is steeds uitverkocht. En het is altijd een risico als iets goed loopt of het ook goed blijft lopen. Dus ik had weer nieuwe besteld. Het is binnengekomen. En achter elkaar wordt er besteld. Echt, ik ben nu aan het maken. Het is zo geweldig. Ik ben echt heel erg blij. Ik heb de labels nog niet kunnen maken, dus ik heb even de namen op de doosjes geschreven. En het is ook zoveel makkelijker, dit soort bestellingen, dan al die surprise boxen, die ook wel leuk zijn. Maar dit is echt, nou ja, heel leuk werk ook gewoon. Echt heel leuk. Er worden ook allemaal andere dingen besteld, die echt wat langer in de collectie zitten. En ja, mensen stellen gewoon hele leuke dingen samen. Ik word er helemaal blij van. Ineens doet mijn labelprinter het weer. Ik ben zo blij, want hij deed het dus ineens niet meer. En ineens weer wel. Maar hoe lekker gevoel is dit. Allemaal bestellingen, hè? Weet je hoe trots ik dan ben, hè? Ha zit beneden en ik zit echt met zo'n trots gezicht van kijk wat er allemaal uit de labelprinter komt. Echt, dat is toch echt gewoon super vet. Ik ben echt trots dat dit gewoon allemaal besteld wordt. Ik ga nu alles weer opplakken en plak ze morgen allemaal dicht, want ik ga naar bed. We gaan naar bed. Hoe tof ziet dit eruit, jongen. Zoveel. Zelfde pakketjes. Echt geweldig. En nog echt niet klaar. Goedemorgen. Het was echt een stressochtend en ik kan mijn batterijoplader niet vinden, dus hij kan nu elk moment uitvallen. En mijn haar heeft heel veel slag en ik probeer het weg te krijgen, maar het lukt niet. En ik ga een curcuma shot nemen en dan met de dag beginnen en ik heb dit aan.
Hallo, ik ben thuis na best wel een lange werkdag. Het is best een drukke week. Want doordat ik dan lekker met Haap gechilld dit weekend, loop ik meteen super achter met... Nou, nu niet webshop, maar met YouTube heel erg. Mijn laatste video was 7 dagen geleden, dat was de verhuisvlog. Dus ik heb al 2 weken geen normale vlog online gehad. En ik heb ook al best wel lang niet gechilled in mijn eentje. Ja, met haar dus. Dus daardoor heb ik geen tijd meer met mijn eentje te chillen. Dus moet ik nu meteen weer door. En met werk is het ook best wel druk. En het is warm. Het is nu 5:30 of zo. Ik moet dus eigenlijk nu meteen mijn video gaan bewerken. Ja, druk. Ik heb nu 3 banen en het huis, dus best druk. Ik was even aan het touwtje springen in de soleil, in de zon. En ik had nog wat gekocht bij de etels net. Ik leef dus echt vanuit zo'n make-up tasje, dus ik heb nooit echt grote kwasten. Zag ik deze nog, die vind ik wel echt heel erg leuk. Dat was 8 of 9 euro, maar echt zo'n mini. En dat vind ik ideaal voor mijn bronzer, wat ik dus gebruik. En etels... Oh, uit adem. Had alles onbescherming 1+1, ook eigen merk. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus ik dacht, ik koop eens wat. Deze met factor 30 en bruinversneller, water resistant, factor 30. Een haarspray. Ik ben benieuwd of dat mijn haar een vieze gevoel geeft, want daar hou ik niet van. Maar ik weet, vorig jaar zomer begon mijn haar geel te worden, dus dat is wel goed. Deze Aftersun in een sprayvorm vond ik ook wel relaxed. En... een Mattifying Protection Face Decolleté Sun Cream. Niet met een brons effect. Wel matterend. En het was dus... het duurste was volgens mij 10 en het goedkoopste 6 of zo. En dan tweede gratis. Dus nice. Heel erg cute dit kwastje. Ik weet niet of je nou... Ja, het is Real Techniques, dus het moet wel goed zijn. Ik vind het handig. Ik gebruik nu deze van de Primark. Echt al 100 jaar. Nou ja, een jaar denk ik. En die vind ik dus heel chill. Want die pakt in één keer zo je hele gezicht. Misschien vind ik deze wat chiller, maar ik wilde hem alsnog even proberen. Het voelt niet beter of zo dan die van Primark. We'll see. Nou, heerlijk is eerlijk. Ziet er lekker uit, toch? Net aan mijn werk. We're helemaal druk bezig om nog net voor 5:30 te bestellen. Superleuk. Mensen bestellen echt leuke oorbelletjes. En dan nog een shirtje. Hier heeft iemand een leuke jurk. Echt van de oude collectie, maar... helemaal leuk met deze oorbellen. Badpak, ook oude collectie. Superleuk dat dat nog steeds besteld wordt met 3 paar. Ze hebben hier hele leuke oorbelletjes. Deze heeft er 4. Ze stuurde een berichtje van, kan je het nog niet versturen? Want ik wil er nog iets bij bestellen. En dan kan je altijd geef ik je een code, zodat je geen dubbele verzendkosten hoeft te betalen. Dus ik ben lekker bezig hier. Ook mensen die gisteren een bestelling binnenkregen. En nu vandaag meteen nog een paar oorbellen hebben besteld en zo. Echt superleuk. Echt, ja, ik word er echt heel blij van. Mijn tape ligt beneden, dus ik doe even snel deze stickertjes erop. En dan plak ik ze zo nog even goed dicht. Het is echt al 4:45, dus ik wil er zo snel mogelijk nog een paar versturen voor 5:30. Ik word ook helemaal blij als mensen de nieuwe home producten bestellen van Ala. Nu zie je niet hoe mooi het is, maar ik heb het al eens laten zien in de vlog. Iemand heeft 2 Daisy Shell card holders besteld. Echt te leuk. En deze scrunchies. Oh, ik zit even bloot blijken van mijn jasje uit, want het is bloedheid in de auto. Ik ben lekker vroeg van mijn werk weggegaan. Want ik ga naar de groothandel. Ik ben lid van een nieuwe groothandel met allemaal woonspullen en ook echt meubels en zo. En heel erg leuk. En daar ga ik nu naartoe rijden, maar ze gaan om 5:00 dicht. En ik mag af en toe voor mijn ondernemingen eerder weg als ik alles af heb en zo. Dus dat ga ik vandaag lekker doen. Want groothandels gaan allemaal 5:00 dicht. Dan ben ik er precies om 3:00. Dan heb ik daar 2:00 de tijd. En het is daar enorm. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb het gisteren pas gevonden, maar dan wil ik altijd direct. Heb ik er meteen zin in. Deze vond ik geweldig voor koffiecupjes in het nieuwe huis. Hij heet Jar Fine Earthenware Multi van Kersten BV. Of zo. En die kaarsen, die zijn van Rustiek. LYS. Dit is heel gesort. Ik moet 156 euro afrekenen voor alleen dit. Maar dit is ook een klantenpas bij van 50 euro. Maar wat geld. Oh, het is 7:30 en ik ben thuis. Vet laat. Wel chill, want ik kom nu thuis en ik kan gewoon even chillen. En ik hoef ook niet te eten. Want ik heb net gewoon wat kleine dingetjes gegeten. En ik heb mijn vlog net online en mijn bestellingen zijn allemaal verstuurd. Behalve eentje die vandaag besteld is en zo, maar... of een aantal die vandaag besteld zijn. Maar ik kan dus eindelijk even chillen. Ik ben ook echt heel erg moe.
Mijn collega's vonden dit leuk. Dus dat vond ik ook wel leuk. Dit jasje is dus heel oud. Dus ik dacht, hey, die kan er ook wel overheen. Normaal heb ik dus dat buitenjasje aan. Maar ik vind dit te bloot. Dus nou ja, ik vond het wel kunnen op mijn werk als ik dit gewoon een beetje omhoog trok. En niet zoveel inkijk had. En ik heb echt weer heel veel spullen om uit te pakken. Let's go. Oh my god. Ik had mezelf voorgenomen om met jullie te delen als ik tips heb. Filmtip. Op Videoland. Simpel Vever. Geweldig. Zij is van... Die Cup Song, hoe heet het? Haar vind ik nooit heel leuk, maar ze is prima. Maar Blake Lively. Vind ik echt een van de mooiste vrouwen op de wereld. Oh my god. Is dit normaal? Hoe knap zij is? Maar hele leuke film tot nu toe. Ik zit pas op 12 minuten, maar echt heel leuk. Oké, lekker tijdstip voor een film. Met zon buiten. Maar het viel mee vandaag hoe zonnig het is. Deze film is echt heel leuk. Zeker kijken. Hij is niet eens nieuw, zag ik. Maar ik ken hem niet. Wat verrassing. Deze man is ook even langsgekomen. Ja, friet met z'n tweeën altijd. Padre. Padre. Ik neem de zeetong. Eeuw, roo. Oh, ik denk al. Nee, dat wist ik niet hoor. Ik vind het heel grappig. Oh, lekker zitten. Nou, dat is niet. Het is wel erg leuk, jongens. Daar. Oh ja. Wat is dit eigenlijk? Wat willen jullie? Spannend uit hoor, leuk. Het ziet er heel cute uit. Nee maar. Nee maar ik wacht op mijn cheesecake, anders zit ik vol. Oh ja. Dat is zonde. Oké. Okay. Op je wat wacht je? Op mijn cheesecake. Wat heb je er al in? Een cheesecake met vanille-ijs en vanille-saus. Is het vanille-ijs of mango-ijs? Mango-ijs, ja. Hoe weet je dat? Je hebt het nog niet eens gevoeld. Nee, het is mango-ijs en vanille-saus. Oh. Jij moet het toch koud hebben, Robin? Nee, dat is wel. Zolang de zon er is, ben ik ook weg. Oh, hij is weg. Ja, no. Mooi shotlet. Oh, mijn billen hebben helemaal kippenvel. Jouw, zijn jouw billen ook altijd heel koud? Ik ben ook moe nu. Ja, dat komt niet. Wij zijn weer thuis. Ja, oh, je moet een afstand halen. Goed, Lot, ik moet wel laten. Wisten jullie dat Ro echt zo lief is? Mijn vader was ook heel cute. Oh, ik wil even vertellen. Het was echt heel gezellig. Het was heel grappig. Mijn vader zei dus ineens dat hij ging betalen. Dat zei ik, nee joh. Ik zeg, waarom? Zegt hij, dat vind ik leuk. Toen zegt Ro... ik zeg, de meest zeg maar standaard reactie zo van... Oh nee, dat hoeft toch niet. Ro zegt, wat zei je nou? Ik zei, nou, als jij dat leuk vindt. Nou, als jij dat leuk vindt. Ik vind het namelijk niet leuk. Ik moest zo hard lachen. Dat vond ik heel grappig. Nou ja, nu klinkt het zeker weer niet grappig. Ja, maar omdat je het ook niet goed vertelt. Oh. Vind je dit een mooi shot? Bij de tanden staat. En die tanden, die zei, ja, je mond mag niet vochtig worden. Dus eeuw, watjes. Ik ga de kant doen, maar het ding was, ik lachte en ik moet dus aan jou denken. Waarom? Omdat ik gewoon weet dat als jij dat zou zien, dat je zo hard zou lachen. Oh my god. Dus ik lig daar en ik moet gewoon aan jou lachen denken. Oh. Ik vind het trouwens wel grappig dat wij de hele tijd alleen maar serieuze gesprekken hebben. En zodra ik dan even mijn camera erbij pak, zijn we weer debiel. Wij hebben zeg maar ook wel... Oh, die vlekken. Nee, dit lijkt me heel erg omdat ik hier dus ook puisten heb nu. Want weet je nog, voor mijn pil in mijn puberteit heb ik toch allemaal puisten op mijn wangen. Ik ben dus als de dood dat dat terugkomt. Ik zie er ook zo moe uit. Ik ben ook moe zo slapen nu. Nou, lijkt me wel lekker. Kijken. Even een filmpje kijken. Het is 9:15. Ik dacht dat het al iets later was. Oh. Ik ben ook wel een beetje moe hoor. Dus ik ben ook moe. Hij heet Francesco. Ik ga stuk. Ik denk ineens ik moet dit filmen. Ik vond dus Francesco uit Love Island zo'n goede match voor Ro. Want wat hij schrijft, wat hij aangaf te zoeken in een vrouw, dat is Ro gewoon. En wat Ro in een man zoekt, vond ik dus heel erg bij hem pas. Dus ik zeg, stuur hem gewoon een berichtje. Ze heeft nu al iets van 9 keer of zo. Hey! Sorry, ik moet lachen. Oh nee. En dan ik denk ik, ga het dus vloggen, want het is best wel grappig. Deze meid. Nee, klaar. Je moet het even doen, Robin. Robin. Hey! Ja! Maar zeg dan ook niet zo raar, hey. Ja, maar dat dan zeg je geen hey. Doe iets zonder hey. Omdat ik bij die eerste hey. Ja, dus doe iets anders. Oké. Okay. Hallo. Je hoeft geen hallo. Zeg gewoon, nou.
Ik dacht... Okay. Of zo. Nee, gewoon niet nadenken. Hey. Ja, maar ik doe zo hard mijn best om niet hier om te lachen. Hoorde je niet? Hey. Ja, maar je moet toch wel goeiedag zeggen of iets. Ik moet wel gewoon goeiedag. Misschien is het leuk als je zijn naam zegt. Francesco. Zeg ik? Dat klinkt heel raar bij jou. Frans. Hey Frans. Ik kan de R ook niet zeggen. Nee, weet ik. Francesco. Hey Francesco. Francesco. Die was wel extreem erg, zeg. Francesco. Ro heeft zo'n grappige R. Maar als het krentbrood. Francesco. Francesco. Frans. Hij Frans. Hij Fransie. Tranen in mijn ogen, echt waar. Oké. Okay. Ja, dat kan ik dus al niet zeggen, zijn naam Frans. Nou ja, 30 keer scheepsrecht, dus. Oké. Okay. Hey, nou, de kans is. Oké, okay, klaar. Nu ga ik. Ja, ja, nu is het klaar, Robin. Waarom zeg je dat? Oh, Robin. Zeg niet hey, zeg gewoon. Wat een mooie dag was het vandaag, hè? Nee. Nou, ik ga het niet te lang maken. Hoi. Nou, ik... Ik moet niet naar mij kijken. Doe alsof ik er niet ben. Ja. Dit is zo grappig voor de vlog trouwens. Straks wordt het wel. Hey. Oké, klaar. Nu is even de laatste. Hoi. Nou, een vriendin van mij, die zei dat jij en ik... Sorry, maar je zei vriendin... Vriendin. Ja, maar jouw airshow is leuk. Daar hou je van. Hoi. Ik ben het Robin. Ja, je moet niet naar mij kijken. Tafel. Ik wou dit dus net even. Ik doe dus net mijn camera aan. Ik denk, ik ga je droom opnemen. En er komen zulke rare verhalen. Ga door. En toen had ik een blad voor mijn mond genomen. En toen zei hij, waarom doe je dat? En toen zei ik, ja, hoe is het goed? Klaar, wakker. Ik wist al dat je wakker zou zijn. Ik word van alles wakker. Dus ik wilde ook niet doortrekken, maar ik deed echt zachtjes. Moet je nagaan, ik lig in bed, boven met oordoppen. Jij gaat heel zachtjes naar de wc en ik ben direct wakker. Is niet normaal. En dan heel hard. Gaat het? Echt? Zei ik dat? Ik dacht ook, voordat je een gesprek gaat voeren, ik slaap dan nog echt. Jij zei ook, ik slaap. Ja, ja, en ik zo, wat is er of zo? Gaat ik zei, ik slaap. Ja, zo dat je niet... En toen zei je, nu? En toen zei ik, ja. Zo grappig. Ja, ik slaap nu. Een koffietje voor mijn vriendin. Ik hoop dat je hem lekker vindt. Zonder koude melk. Hou je ervan? Niet dus. Ik vind hem goor. Gadverdamme. Wat vind je goor? Dit is een nieuwe koffie. Ja, ik vind deze echt geweldig. Maar deze is een beetje zoutig of zo. Nee, hij is echt heel lekker. Nu ga ik alleen maar. Ik vind deze echt het lekkerst op aarde. Maar ik heb ook zoete spullen hier als je wil. En een lepel. Wil je een lepel? Deze lepel is leuk, hè? Ik vind het zo lekker. Niet? Dan heb je echt pech. Wel? Niks zoet erin? Waarom heb je dat nou van die, dat zoutig? Waarom heb je dat? Ja, omdat jij dat zegt. Proef je dat het zout is? Toen jij zei zoutig, proef ik wel zout. Maar zoutig klinkt alsof er echt zweet in zit ofzo. Oké, okay, ik ga lekker ontbijt maken, ja? Ja, lekker. Wat eet je altijd voor ontbijt? Niks, bijna, maar als jij komt wel. Wat denken jullie dat ik voor ontbijt ga maken? Nee, ik ga echt lekker doen. Joepie! Joepie! Joepie was gewoon heel op. Weet ik. I know. Oké, we hebben brekkie. Dit is een pancake. Uit de broodrooster, want het stond erbij. Met kiwi, aardbei en een beetje honing. Croissantje, vers croissantje. Een getoast broodje met geitenkaas en gekookt ei. We hebben echt heel veel. Yoghurt met fruit en dan hier nog extra muesli. Watermeloen, komkommer.
Dit is trouwens niet te lekker, zelf. Dit is een kurkuma shot. Ik ben benieuwd of je het lust. Water met aardbeien en Roy heeft oude kaas. Ah, wat goed. Tassen vullen. Oh, die Roy vind ik ook zo mooi. Maar... Oh, wil je ook alsjeblieft dit zeepje? Ik weet niet wat ik ermee moet. Wat is dit dan? Een zeepje. Zeep? Nee. Ledlamp. Oh, wat is dit? Miracle Wipes. Dat wil je sowieso hebben. Ja. Hallo, volgens mij heb ik wel veel gevlogd, maar niet echt met jullie gepraat. Ro ging om 5 uur weg. We hebben boven wat dingen ingepakt. Had ik al verteld dat ik weer ongesteld was geworden, dus ik voelde me niet zo lekker dit weekend. Denk ik ben verkouden, geen corona. Weer eens verkouden. Dus niet helemaal fit, maar het was zo gezellig met Ro. Nu heb ik het EK eventjes aanstaan en ik ben boven nog aan het inpakken. En ik heb heel veel op Insta geplaatst. En ik sla alles op onder de highlight New Home, als je het wil zien. Dus wat ik boven heb ingepakt, film ik dan wel een nieuw huis of zo. En ik heb hier ook vast een doos ingepakt met dingen uit de keuken. Maar ja, boven heb ik allemaal schuine wanden, dus ik plaats het op Insta. Ik zeg, jongens, het vind ik zo storend als je allemaal dozen hebt staan, want het wordt zo klein daardoor. Maar ja, het is ook wel weer lekker als je vast wat dingen hebt ingepakt. Want het scheelt, je onderschat het zo erg, hè. Ik heb het echt nu al onderschat. Want ik heb echt al veel in dozen zitten, maar er lijkt nog niks weg, weet je wel. Over 2,5 weken hebben we al de sleutel. Maar ja, we kunnen dus niet dan... er komt een gietvloer, dus alleen beneden kunnen we dingen neerzetten. En misschien vast wat dingen in de keukenkasten. Maar verder kunnen we nog niks uitpakken. Dus we moeten heel gericht die dozen inpakken ook. Oh my god, ik zweet me zo erg kapot. Oh, ik had een vet goede dag op mijn werk. Een oudergesprek gehad, allemaal dingen gaan die ik moest doen. Ik werk gewoon keihard door, dus toen kon ik op tijd weg, ben ik naar huis gefietst. Ik wist wel dat ik naar de groothandel wilde, maar alsnog ging ik op de fiets staan naar huis gefietst. Ik had mijn autosleutel bij me in de auto gestapt, waar het echt 750.000 graden is. Groothandel naartoe gereden, want ik had allerlei steeds wat dingetjes besteld en dan niet laten bezorgen, maar ophalen gedaan. En dan wilde ik ook nog even in die winkel kijken. Dus ik heb wat kleding opgehaald en een paar nieuwe dingen erbij gehaald. Echt geweldige dingen, niet heel slim, aangezien ik aan het inpakken ben. En over 2,5 week al mag verhuizen. Maar als ik gewoon even het goed doe en het even op de site zet, dan wordt het misschien voor die tijd gewoon allemaal verkocht. Het zijn echt fantastische items. Ja, als jullie dit zien is het misschien al op. Dan moet ik echt meteen op de site gaan zetten. En ik wilde ook hierheen omdat ik die candy sieraden heel graag wilde halen. Die ik op Instagram had gezet. Mensen vonden het echt, sommigen haat het, sommigen vonden het geweldig. Maar die waren online uitverkocht. Echt al na een dag. En hier hadden ze nog wat. Deze, zeg maar echt die plastic of metaal met verf. Hele cheap candyringen. Dus dat heb ik ook. En ik zweet zo erg. Ik heb het nog steeds geen airco. Ook zeiden ze dat ze het hadden gemaakt. En ik ben steeds te lui om het te gaan regelen. En terug te gaan naar de garage. Maar goed. Ik ben hier echt. Het was vet duur parkeerkost trouwens. 6 euro voor 50 minuten. Maar goed. Het is nu 10 voor 5. Ik ben echt. Ik had het vet snel gedaan. En dan moet ik nu terug naar huis rijden. Hopelijk geen file. Ik moet nog tanken. En dan thuis even douchen. En dan lekker aan de slag met deze dingen. En ik hoop dat ik alles zelf ook pas. En dan kan ik gewoon foto's maken. En ik vind het helemaal leuk. Helemaal blij. Ik heb zoveel zin in mijn kantoor straks. En dat ik niet meer 5 dagen hoef te werken. En dan hier tijd aan kan gaan besteden. Want vandaag had ik ook weer echt een lekker bedrag binnen van de webshop. Omdat die oorbellen zo goed verkopen. De nieuwe items zijn wel echt geweldig. Geweldig, kijk. Het probleem is alleen dat ik bijna niks pas. De bikinis wel, maar dat show ik niet. Dus ik weet nog niet zo goed hoe ik dat ga doen. Dus ik heb een bikini en een badpak. En ook deze bikini. Heel erg leuk. Badpak. Ik vond het helemaal prachtig met die glitter. En van binnen niet, dus je voelt het niet. Deze tops, die echt super rekbaar zijn. Ik pas ze ook. Wel net, want ik ben echt heel erg aangekomen. En dus de meest geweldige broek op aarde, maar ik pas het niet. Ik pas geen 42. Straight leg. Nee, dit is een beetje wide trouwens. Heel erg oldschool, helemaal geweldig. En deze vind ik ook zo fantastisch, maar ik pas het niet. De beste spijkerbroek ooit. Zo geweldig. En dan nog een hele leuke shirt, die pas ik wel. Heel stevig stofje, dus dat vind ik nu heel heet met 31 graden. En deze blouse. En dan had ik natuurlijk nog de truien. Deze shirtjes nog, maar die heb ik ook nog niet geshoot. Dit is nog voor de surprise boxen. Deze gele truien moet ik ook nog shooten. En dat was het. Verder ben ik allemaal kleding nu aan het weghalen. Vast aan het inpakken in shoppers. Zodat ik gewoon ruimte heb voor mijn webshop kleding. Want die kleren gebruik ik nu toch allemaal niet. Dus dit is de status.
En heb ik hier twee lades leeg gemaakt. En daar liggen nu mijn nieuwe kleren in. Dus dat is wel heel fijn. Zodat ik daar ook ruimte voor heb. Dus al het nieuwe liggen nu hier. Zo, hallo. Ik ben een beetje van Instagram de laatste tijd. Dus ik vlog volgens mij niet veel. Maar als ik dan ga bewerken valt het eigenlijk altijd wel mee hoe weinig ik heb gefilmd. Maar gisteravond ging tot veel draad door boven met verhuisdozen. Maar ik was heel erg lekker bezig. En kleding en shoppers doen en zo. Dus ik was heel moe vandaag, maar het was wel echt een leuke dag. En ik had om 4 uur pas een MDO, dus met mijn moeder en zijn begeleider en iemand van samenwerkingsverband. En ook besproken van, ik had gezegd van mocht het nodig zijn volgend jaar en ik ben er niet meer, dan wil ik altijd wel beeld bellen en nog even beschikbaar zijn voor een overdracht. Want je gaat dan weg en je laat zoiets dan achter, maar het is nog niet afgerond. Dus nou ja, dat maakt verder niet uit. Huishoudelijke hulp is hier geweest. 82,50 had ik neergelegd voor vandaag en vorige keer best wel veel geld, maar wel chill. Maar morgen is de groepsbezichtiging. En natuurlijk hoef ik het huis niet te verhuren, want het is van IJmeren. Maar ik vind het wel fijn als het gewoon lekker netjes is. Dus daarvoor had ik nog even haar gevraagd. En het is nu dus al 6:15. Best wel laat. Ik ben nog even snel langs Big Bazaar gegaan voor nog 20 verhuisdozen erbij. Want ik vind het toch wel heel fijn om dat lekker vast te doen. Dus weer boven gewoon een uur lang allemaal leuke Insta-stories te maken. Maar het komt omdat het... Die kleding, die staat dan nu online. En dan wil ik mensen op Insta, of jullie of andere mensen, meteen laten zien hoe het is. En mijn vlogs duren natuurlijk heel lang. Dus nou ja, volgens mij volgen heel veel van jullie me op Instagram. Maar zeker doen als je dat leuk vindt. Ik plaats dus dingen van de webshop af en toe. Maar dat is niet wat ik voornamelijk doe. Maar dan zie je dat dus meteen. Kijk, ik heb het nu alweer allemaal opgeruimd. Maar deze. Dit is dus de broek. Helemaal geweldig. Hij wordt ook best wel goed al verkocht. Heel veel labels weer. Ik ga zo even bestellingen maken. De nieuwe sieraden zijn ook al trouwens bijna uitverkocht. Want die waren echt meteen bijna uitverkocht. Dat zijn dus onder andere deze. En daar goed trouwens afgebroken. Dat zijn dus echt plastic ringen en zo. Dat is maat 17. Toevallig heb ik zelf die maat. Die plasticen zijn in principe best wel super stevig. Dat is wel leuk. Ik vind zelf... deze het allerleukst. Hier zijn ook heel veel leuke reacties op. Sommigen vinden het echt walgelijk. Sommigen vinden het geweldig. En dan de knopenringen. Die kan je een beetje verstellen. Ik heb hem dan hier. Ja, ik vind dat dus zo ontzettend leuk. Dat is echt zo'n tijdelijke trend. Maar I love it heel erg. Maar ja, als jullie dit zien is het al op. Ik moet ook gewoon meer bijlopen met mijn vlogs hoor. Maar ik heb het zo druk nu jongens. Ik heb het gewoon echt heel druk. Maar dat komt volgend jaar allemaal goed. Want dan ga ik natuurlijk minder werken voor de klas. Ik heb het gewoon te druk. Smiley ring ook heel leuk. Geweldig. Ik wil ook heel graag nog een ketting hiervan gaan inkopen. Ik heb zelf het idee dat wit het leukst, populairst gaat worden. Maar dat weet ik niet. Deze. En dat was het wel. En dan verschillende kleuren. Dan nog een paar andere sieraden, maar die zijn niet zo heel bijzonder om te laten zien. En dat is het, denk ik. Ik kom er dus echt niet in, maar een beetje voor het idee. En hij zit nu bij mij niet helemaal tot boven. Ik heb hem al aan, maar net 2 centimeter te laag. Gaat net niet. Geweldig, hè jongens? Echt te leuk. Maar ja, hij wordt ook wat wijder te vallen. Maar ik denk, ik doe hem toch even voor jullie aan. Ik had hem op Insta ook even aangetrokken. ML heb ik aan. SM pas ik ook, maar dit valt wat wijder. En hij is vrij lang. Heel leuk. Die is wat wijder natuurlijk. Te gek, hè? Helemaal fabuleus. Het is niet normaal leuk. Nou, lekker bezig. Ja, moet ik echt gaan slapen. Ik ga even dit inpakken. Waar ik ook helemaal blij van word, is als à la collection dingen worden verkocht. Dit zijn de Daisy Earstuds. En het is ook een flesopener besteld. En dat vind ik zo leuk. Ik dacht even tegen mezelf, nu ga ik stoppen en dan ga ik toch weer door. Oh, zo erg dit. En het is al 10:55, maar ik wil door. Scrunchie erbij. Scrunchies hebben we ook nog steeds, hè. Echt superveel. Nou jongens, ik ben uit 1% altijd uit mijn werk en de bezichtiging en zo. En ik dacht, ik laat het eventjes zien, het huis... Ik heb het niet extreem opgeruimd of zo, maar gewoon normaal. Ik heb een lijst gemaakt met allemaal dingen die kunnen worden overgenomen en prijzen die ik erbij heb. En ik heb dus elke dag mijn gordijnen dicht vanwege de warmte, maar die heb ik nu even opengegooid.
Er komen als het goed is 7 mensen kijken. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren, maar... Ja, dit is het dus. Ja, mijn batterij is dus nu leeg, dus ik ga het nu niet uitgebreid laten zien. Laat maar, ik kan het nu niet filmen. Oh, vet veel mensen in mijn huis gehad. Heel warm, want ik hou normaal alles dicht, maar ik had nu alles opengezet voor het licht. Omdat je wel ziet dat het hier lekker licht is. In de advertentie stond blijkbaar dat het een donkere woning is, maar dat vind ik echt totaal niet. En die mensen ook niet. Iedereen was super enthousiast. Degene die eerst is geworden is heel chill, maar helaas heeft hij echt wel vet veel inboedel. Hij heeft niks nodig. Hij heeft letterlijk hetzelfde bed. Maar die van hem heeft geen krasjes erop. Want ik zeg van, dan verkoop je toch jouw bed, neem je deze voor 100 euro. Maar die van hem heeft geen krassen erop. Dus dan houdt hij liever zijn eigen bed. Dat is echt wel iemand die gewoon netjes is en zo. Zij gaat liever dan zijn eigen bed helemaal uit elkaar halen, verhuizen en weer in elkaar zetten. Dat zou ik dus never doen. Want ik wil dus ook precies dit bed mee. Maar ik vind dat echt te veel gedoe. Maar ik heb dan nog een maand. Kijk, hij weet het volgens mij morgen of hij het wordt. En als hij dan duidelijk zegt wat hij allemaal niet wil, dan heb ik een maand om van alles af te komen. Deze mega volle tas op de post. En dan ga ik even chillen, want ik heb het echt een beetje te druk gedaan deze dagen. Ik ga weer eens lekker een salade maken met allemaal dingen die ik in huis heb. En nog dingen die ik heb gekocht. Ik ga gewoon maar wat doen. Deze vegan spekreepjes erbij. Ik ben geen vegan, maar wel hoe meer hoe beter. Ah, soms is mais zo lekker. Als je lang niet hebt gegeten. Oh, helemaal. Nou, dat ziet er nu zo uit. Ik weet dat mensen het altijd heel leuk vinden om te zien wat ik in salades doe. Ik film het nooit meer, ik maak het ook nooit echt meer. Maar het is dus gewoon van alles bij elkaar flikkeren. Nou, ik heb zoveel olie moeten toevoegen dat ik net zo goed echt iets heel anders kan gaan eten. Sommige mensen vinden het vervelend als ik over calorieën heb. Maar hier zit gewoon 600 calorieën aan olijfolie overheen. Om het niet te laten verbranden. Want het was echt, anders verbrandt het mega. Hè? Huh? Kan het niet de bedoeling zijn dat je het zo vet moet maken? Ik hou daar helemaal niet van. Nou, dit vind ik droog gebakken. Nou ja, het staat gewoon nergens op. Het is gewoon alleen maar olijfolie. Ik vind dit gewoon niks toevoegen. En vind ik het zonde om dit op te eten. Maar echt niet gezond. Oké, nou, een aantal dan voor de crunch. Wat een zieke salade zeg. Dit is echt voor 2 dagen zeker. Maar de spekjes geven wel een hele chille crunch eraan. Dus het voegt wel wat toe. Ja, maar ik vind het wel tegenvallen, maar het voegt wel wat toe. Oh, man.